Bij reddingsbrigade paal 13 in Callantsoog werd vrijdagavond de Velocitas-trofee gehouden. Dat is een oefening en een wedstrijd in één. Oké, in 5, 4, 3, 2, 1. Op je was! Hop, 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 hop! 12, hop, hop, hop! Legen! Kom op, hop, 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 hop! We staan op het strand van Callantsoog bij reddingsbrigade paal 13. Mark Peters, wat gebeurt hier vandaag? Ja, we hebben vandaag hier op het strand van Callantsoog bij de reddingsbrigade paal 13 de Velocitas-trofee. Dat is een jaarlijkse oefening CQ-wedstrijd die wij houden onder onze eigen strandwachten. En ja, vandaag vindt hij weer plaats. Dus, Wat houdt de oefening CQ-wedstrijd in? Nou, de oefening houdt in dat wij één keer per jaar kijken van alles wat zij tot dan toe hebben geleerd bij het redden van een drenkeling met een boot. Of zij alle procedures die daarbij gelden, of zij die correct uitvoeren. En daarnaast proberen we dan met een wedstrijdelement ook een soort stressfactor in te bouwen. Want ja, bij het redden van drenkelingen kan natuurlijk ook een stukje stress voorkomen. En door middel van het wedstrijdelement voegen we dat toe aan de oefening. Jij geeft een startsignaal, dan gaan ze hollen en dan moeten ze een aantal dingen doen. Ja, op het moment dat wij het startsignaal geven, dan moeten ze hun pak aantrekken. Hun redvest moeten ze omdoen. Eigen veiligheid is natuurlijk erg belangrijk. Dan rennen ze naar de boot. Vervolgens gaan ze de boot het water induwen. Laten de motor naar beneden zakken. Varen een parcours met een aantal boeien die ze moeten ronden. En uiteindelijk bij een van de boeien ligt dan een drenkeling. Die zij dan op correcte wijze binnenboord moeten halen. Weer terug moeten varen naar de kust. De boei of de drenkeling moeten ze dan weer op de brancard leggen. Terug naar de post en dan stopt de tijd. En jullie letten overal op, hè? Wij letten overal op, ja. Nee, dat is inderdaad omdat de oefening is, willen we gewoon kijken hoe ver zijn onze manschappen in de kennis die zij op dit moment hebben. Dus alle punten vallen ons hoog op. Jij organiseert het al volgens mij heel veel jaar. Ja, vanaf 1997 ben ik daarmee begonnen inderdaad. En we doen het nog steeds met heel veel plezier. En het is echt een team spirit wat we hier met z'n allen doen. En dat vind ik gewoon mooi om daar ook jaarlijks een bijdrage aan te leveren. Kun je al iets zeggen over de deelnemers van deze editie? Het zijn algemeen natuurlijk goed opgeleide mensen die er dagelijks op strand staan te waken. Het is leuk dat ook wat oudere deelnemers weer toch terugkomen om nog even hun kunst te laten zien. Ja, en de einduitslag, daar kan ik nog niks over zeggen, want daar moet eerst nog het juryberaad voor in. En daarna gaan we toch alles nog eens even goed onder de loep nemen of alle punten die we ze hebben aangeleerd, of dat goed uitgevoerd is. Dit is alleen voor paal 13, hè? Waarom doen de andere reddingsbrigades bijvoorbeeld in de gemeente Schagen, maar misschien wel verderop, niet mee? Nou, we hebben ervoor gekozen om dit evenement puur voor onze eigen te gebruiken. Het creëren van eigen teambuilding binnen onze eigen vereniging. Daarnaast hebben we wel een ander evenement, dat is het Raftestein. Dat hebben we eind augustus, waarin we ook altijd iets leuks doen met onze buurtbrigades. Hoe gaat de zomer tot nu toe? We hebben een prachtige zomer qua weer, maar dat betekent volgens mij voor de reddingsbrigade extra drukte. Nou, op zich, het voorseizoen was natuurlijk redelijk slecht. Juni was een slechte maand, vrij rustig gehad. Ja, juli is gewoon een hartstikke mooie maand geweest, druk geweest, een paar hele mooie weekenden gehad. Met wel 40, 50 EBO-gevallen in een weekend, 15 tot 20 vermiste kinderen. Deze week hadden we eigenlijk de combinatie van in het begin van de week heel veel stroming in zee, toch wel gevaarlijke golfslag. En hebben zelfs nog een aantal hulpverleningen moeten doen waarbij we mensen uit het water hebben moeten halen. Nou, vandaag was het weer heel mooi weer en zag je weer dat het aantal EBO-gevallen weer toenam. En dat ook het aantal vermiste kinderen gewoon weer erg hoog is vandaag. En kunnen jullie het allemaal bemensen? Want jullie draaien voor een groot deel ook op vrijwilligers. Hè? Ja, wij werken met een klein team van betaalde krachten. En daarnaast draaien wij volledig op vrijwilligers. Dat kunnen we bemannen, zeker in het hoogseizoen. Er zijn toch een hoop mensen die dan wat vrij nemen of wat extra vrije dagen opnemen van hun werk. En met z'n allen staan we hier dan, zeker in het hoogseizoen, paraat. En ook zometeen, als de zomer weer is afgelopen, dan zijn we hier nog tot half september. En daarna zijn wij sowieso 24 uur per dag, 7 dagen in de week, het hele jaar oproepbaar. Nou, even terug weer naar waar het vandaag eigenlijk om ging. De Velocitas-trofee, geslaagd deze editie. Absoluut weer een zeer geslaagde editie. Mooi weer en goede mensen. En zometeen de uitslag, dus spannend. Dankjewel. Graag gedaan. De winnaars van de Velocitas Trofee 2013 werden Luc van der Veer en Jelte Bijpost.
Op de tweede plaats eindigden Jelle Kleiweg en Jimmy Thierry. Derde werden Joël Huibens en Frank van Liemde.